Wat is politiek links en wat is politiek rechts nog in deze tijd? We leven in een tijd van paradox en verwarring. We horen ook in alternatieve kring geregeld onzinnige uitspraken over links en rechts. Er bestaat een rijke polemische geschiedenis waarin progressieve en conservatieve wereldbeelden tegenover elkaar worden geïnterpreteerd. En Kees van der Peil en ik gaan die geschiedenis voor u op onze wijze in drie programma's doornemen. Deel 1 gaan we zo aan beginnen. 1789-1917, van Franse revolutie en liberalisme tot Russische revolutie. Deel 2, 1917-1991, van Russische revolutie, sociaaldemocratie tot de val van de Sovjet-Unie. En deel 3, 1991 tot 2024, is het postmoderne tijdperk van paradoxen. Kees van der Peil, die kent u natuurlijk, was hoogleraar politieke relaties, heeft een neo-marxistische wetenschappelijke achtergrond. Mijn wetenschappelijke achtergrond is bescheiden. Ik studeerde recht en filosofie en ontwikkelde een anarcho-liberaal en pacifistisch wereldbeeld. Vanuit die progressieve tradities interpreteren we de geschiedenis en gaan in dialoog. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Wij vragen door waar de mainstream media zwijgen. Ik ben Nap Gieterlink. En vandaag wederom in gezelschap van Kees van der Peil. Hartelijk welkom, Kees. Ja, dankjewel. We gaan, zoals ik net zei, dat eerste deel doen van Franse revolutie tot Russische revolutie. Die grote 19e eeuw, ja. 1789-1917. Maar we nemen een proloog en we beginnen met de verlichting. Ja. En de verlichting is eigenlijk de rationele emancipatiebeweging in de 18e eeuw. Misschien moet jij daar enige invulling aan geven. Ja. Nou, ik wil om te beginnen wel zeggen dat ik enorm blij ben dat we dit kunnen doen. Omdat de onzin die de laatste tijd, vooral in de kringen van, laten we zeggen, het coronaverzet en de daaruit voortgekomen groepen gehoord wordt over links. Ja. En dan wordt er altijd verwezen naar Pol Pot en zo. Zonder dat men weet dat een marionet van de Amerikanen was, omdat hij bereid was tegen Vietnam te vechten. En zo nog een aantal dingen. Terwijl Stalin is met het wel over natuurlijk. Uiteraard ook. Maar we leven in een revolutionaire tijd. Dat wil zeggen, onze maatschappij, en dat hoor je op allerlei fronten, die maakt een transformatie door naar iets anders. Als je in zo'n transformatie dus enorm gaat hakken op de stroming die hele belangrijke dingen te zeggen heeft over wat die nieuwe tijd zou kunnen inhouden, en die ook een eeuw lang een experiment heeft uitgevoerd, namelijk het Sovjet-experiment, hoe je het ook wendt of keert, waaruit een heleboel te leren valt. Als je dat dus alleen maar wegzet als Pol Pot, ja, dan blokkeer je als het ware één aspect van die transformatie. En dan zie ik helemaal niet meer wat we ons nou voorstellen van waar we dan naartoe gaan. Als dat wordt afgesloten. Terwijl ik zou zeggen, er is alle reden om een sadder but wiser linkse traditie in overweging te nemen. In ieder geval elementen daarvan. Hè? Ja, en links is eigenlijk progressief, vooruitstrevend. Sociaal. Ten opzichte van rechts is van huis uit conservatief. Ook goed om te weten dat de begrippen links en rechts, gauche en droit, voor het eerst gebruikt werden in de Franse parlement, de Assemblée Nationale in 1792. Ja. Links was de groeperingen van de derde stand die links van de voorzitters waren, en rechts de adel en de geestelijkheid die de conservatieve orde probeerden te handhaven. Precies. Maar nu even terug naar de verlichting. Hè? Want dat begint in de 18e eeuw met de verlichting. Ja. Nou, dat is, kijk, een van de woorden die steeds terug zal komen als het goed is, of het is ook goed om het om één keer te noemen, dat is emancipatie. Ja. En de verlichting was natuurlijk een beweging in het Westen, dus laten we zeggen in Europa en in de Verenigde Staten,
van emancipatie ten opzichte van het absolutisme, dus van de almacht van de vorsten, en ten opzichte van de kerk, vooral de katholieke kerk. Ja. Het protestantisme is in die zin al een eerste stap naar de individualisering van de geloofsbeleving en ga zo maar door. Ja. En in de verlichting breekt door het idee van het materialisme. Ja. En materialisme wil zeggen van alle ideeën die mensen hebben, die komen eigenlijk gewoon voort uit de natuur. Hè. In jouw hersenen vinden allerlei elektrische processen plaats. Mm. En als jij een goed idee hebt, dan is er gewoon een bepaald stroompje. Nou, met dat idee ging men eerst in Engeland en later met name in Frankrijk de religie te lijf. Dus men zei, Jezus op het water lopen, dat kan helemaal niet. Nee. En zo in die zin ging het licht aan. Dus men dacht met dat materialisme dat je door naar de natuurlijke verklaring voor dingen te kijken een beter besef kreeg van wat ons eerder verkocht was als wonderen die gebeurd waren tijdens het leven van Jezus en dergelijke. Het is heel interessant om te zien dat bijna alle boeken van grote materialisten zoals La Mettrie en nog een heleboel, later Feuerbach, die gaan allemaal over het christendom. Feuerbach, het wezen van het christendom, het leven van Jezus van Strauss in Duitsland. Ja, ja. En dus in die zin, en dat wilde men dan ontluisteren. Men wilde laten zien, dat is helemaal niet een kwestie van wonderen geweest. Dat was gewoon een man die het ook niet makkelijk had, zal ik maar zeggen. Nee, maar wat wellicht ook van belang is om te zeggen, dat het ook ging natuurlijk over waarden van vrijheid, gelijkheid, broederschap. Emancipatie. Einde van de slavernij, einde van de discriminatie van de Joden bijvoorbeeld. Een paar namen, Montesquieu, Voltaire, en dat heeft ook geleid tot de verklaring van de rechten van de mens in 1789. Ja. Je vergeet Rousseau. Hè. Rousseau was eigenlijk belangrijker dan bijvoorbeeld Montesquieu. Ja. We moeten niet te veel hier al in detail schieten. Maar het is wel interessant dat Montesquieu's bezoek aan Engeland, waar hem verteld werd door alle Engelse vrienden van, we hebben machtenscheidingen, je hebt een rechter, die is helemaal onafhankelijk enzovoort. Er werd niet bijgezegd dat hij één keer in de week een dinertje had met mensen uit het parlement. Ja, en dus, Montesquieu even, de trias politica, de scheiding tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtelijke macht. Ja. He, dat is door Montesquieu tot stand gebracht. Een hoeksteen van het liberalisme. Alleen wat hem verteld was in Engeland was dus eigenlijk al toen al niet houdbaar. En hij heeft dat teruggebracht naar Frankrijk in de context van die verlichting. Dus een tijd waarin alle waarden, traditionele waarden al aan het schuiven waren. Mm-hmm. En men zei, dat is fantastisch, dat moeten wij ook hebben. Ja. Even daar gelaten dat het eigenlijk nergens bestond. Want natuurlijk sociaal, als je even voorstelt, wie zijn de rechters, wie zijn de politieke machthebbers, uitvoerder enzovoort. Dat zijn allemaal dezelfde klasse, grof genomen. Nou zat er, en dan komen we ook op het volgende onderwerp, daaronder zat het begin van de industriële revolutie, met name in Engeland. Dat begon eigenlijk met de introductie van de stoommachine, uit mijn hoofd 1764 ongeveer. De uitvinding daarvan. En vervolgens is aan het einde van de 18e eeuw die eerste industriële revolutie tot stand gebracht. En daarmee ook het proletariaat, hè, zoals dat in de socialistische traditie heet, gevormd. De arbeiders. En dat is misschien ook de transitie van een feodale samenleving. Hè, waar jij het ook net over had. Je noemde de absolutistische samenleving. De feodale samenleving, de feodale arbeidsverhouding, naar de nieuwe arbeidsverhouding tussen kapitalist en arbeider. Ja. Even die industriële revolutie, eind 18e eeuw. Ja, dat begint dus al veel vroeger. In de zin dat op het eind van de middeleeuwen de Engelse commercieel georiënteerde landbezitters, die zagen dat bijvoorbeeld in Vlaanderen grote vraag was naar wol. Hm. En die zeiden, weet je wat, wij gooien de boeren die op ons land toch maar rondhangen en eigenlijk vooral bezig zijn om hun eigen eten te verbouwen. Hm. Die gooien we van het land af en we privatiseren dat grondbezit en we zetten de schapen op. Beroemde uitspraak van Thomas More, de kanselier in Engeland.
Ja, Engeland is een uniek land, want dat is het enige land waar schapen mensen eten. Dat was zijn uitspraak in zijn boek Utopia. En hij zei, er moet eigenlijk een hele andere maatschappij komen. En, dat Thomas heeft... More leeft in de tijd van Erasmus. Hè? Ja, 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 ja. 16e eeuw is dat. Ja, ja, ja. En dat waren dus op hun manier ook progressieven. Erasmus die de valsheid van wat de regerers aanklaagde. En Thomas More was een vriend van hem. Behalve dat Erasmus een echte Nederlander was. En toen Thomas More naar het slag... Wij hebben besloten, omdat jij vond dat we dat maar vanaf moesten zien. Ja, ja, ja. Kijk, ik was natuurlijk heel erg positief over die Republiek der Verenigde Nederlanden. Omdat daar de basis al van het burgerlijk liberaal wereldbeeld tot stand kwam. Nou, daar zou ik het niet mee eens zijn. Maar daar gaan we het... Gaan we het ook niet over hebben? Het was een regententraditie. Ja, 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 dat is waar. Maar het was de burgerlijke bevrijding van de feodale zeker, verhoudingen. Ja, en ik wil niet zeggen dat het de emancipatie van de arbeider was, hoewel was er dat, nog niet. Nee, maar goed, die arbeider verdiende hier wel de dubbele aan wat ze verdienden als in Duitsland en in Scandinavië. Ja, 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 ja. Vandaar dat de meeste werkers in de Nederlandse Gouden Eeuw waren Duitse gastarbeiders die hierheen kwamen. Ja. Maar goed, we hebben besloten het daar niet over te hebben. Dat is nog een heel ander verhaal. Ja. We zitten in het eind van de 18e eeuw, de industriële revolutie. Ja. In Engeland. Ja. Die industriële revolutie zal zich later in de 19e eeuw door de rest van Europa verspreiden. In Nederland is die overigens vrij laat, eind 19e eeuw. Ja, ja, ja. Nog iets over die Engelse industriële revolutie, want die is belangrijk, want daar gaat Marx het ook over hebben, zoals ja, 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 ja. En nou, je kan dat eigenlijk alleen maar goed begrijpen als je de ontwikkeling in Engeland naast die in Frankrijk zet. In Engeland was het mogelijk om buiten de steden, waar de gilden... Kijk, vroeger was het zo dat alle, wat we nu noemen industrie, dus alle manufactuur, handarbeid, het begin van massaproductie, vond plaats binnen de gilden. Dus je kon alleen maar meubels maken als jij een meester in de meubelmakerij was. En als je dat niet was, kon je een leerling zijn. Als je dat niet was, dan mocht jij helemaal geen meubels maken. Nee. Dat was het idee van de gilden. Dat was dus een middeleeuwse, zoals je zegt, feodale instelling. Ja. En in Engeland was het mogelijk om die mensen die van het land gejaagd waren, en dat was dus een proces wat al eeuwenlang was, zich langzaam had voltrokken, in de vorm van privatisering van het landbezit, dat de mensen die van het land gejaagd werden, die konden wegens landloperij in de gevangenis worden gezet. En daar moesten ze, nou zeg maar, dwangarbeid, knijpers maken, dat soort karweitjes. Mm. En er was één voorwaarde waaronder je niet in de gevangenis kwam. En dat was als je kon aantonen dat je ergens te werk was gesteld als loonarbeider. Mm-hmm. En zo begonnen dus bepaalde commercieel georiënteerde belangen. Die zeiden van, nou kom maar hier arbeiders, ik heb wel wat karweitje voor jou. Meest in de eerste instantie natuurlijk in de textiel, omdat dat het product was wat iedereen nodig had. En dan later de mijnen en noem alles maar op. Ja. Dat is in Engeland. Er wordt buiten de sfeer waar de gilden de macht uitoefenen, begint loonarbeid in de moderne zin. En dat was vooral aan de overkant van de Ierse Zee, dus in de buurt van Manchester. En daar trok men Ierse arbeiders voor aan. In Frankrijk waren de gilden oppermachtig, omdat de koning garandeerde als het ware het voortbestaan van de feodale macht met steun van de kerk. In Engeland was de macht van de kerk door de Anglicaanse revolutie in 1534 geprotestantiseerd, om het zo maar te zeggen. Ja, dus al moderner gemaakt. Ja. Maar in Frankrijk heerste het onvervalste katholicisme, een beetje genationaliseerd, met de absolute monarchie, hè, de Lodewijken, maar ook de gilden. En de gilden hadden hun vakmanschap als geheim gecodificeerd. Dus wat een gilde precies wist, wat je moest weten om bijvoorbeeld glas te blazen, ja, dat kon niet iedereen zich via internet eigen maken. Dat was geheim. Maar die... En de encyclopedie
Van, hè, dan praten we over de verlichting. De encyclopedie van Diderot en D'Alembert. Iets van 20 delen als ik me niet vergis. Ja. Wat deed hij? De geheimen van de gilde openbaar maken. Ja. Als je nou praat over één document van de verlichting, dan was het die encyclopedie. Ja, die encyclopedie is inderdaad de basis ook van een verlichtingsdenken. Precies. We komen dan vandaar uit. Ja, maar daarom krijg je ook die uitbarsting van de Franse revolutie. Omdat dan in één keer aan de koning, aan de katholieke kerk en aan de geheimen van de gilde een eind wordt gemaakt. Ja. In Engeland was dat helemaal niet nodig, omdat daar al eeuwenlang het ene na het andere onderdeel van dat bouwwerk was afgebouwd. Ja, dat begrijp ik. Dus die samenleving was eigenlijk al heel geliberaliseerd. In Frankrijk heel ouderwets, feodaal, absolutistisch, verstart. En vervolgens kreeg je die enorme explosie van die Franse revolutie die in 1789 begon met de bestorming van de Bastille. Ja. Zoals alle revoluties, door belastingverhoging uitgelokt. Vandaag de dag zien we dat in Duitsland de dieselprijs aanleiding is voor het bezetten van het hele land met tractoren. En in alle eerdere revoluties, denk maar in Nederland, de tiende penning, belasting van 10%. En in Frankrijk was het ook de verhoging van de broodprijs. Dat was de basis voor de revolutie. Dat was de vonk. De vonk die tientallen jaren ontevredenheid, die verlichtingsdrang. Hè, de kleinere adel had zich eigenlijk al bij de revolutionaire gevoegd. Ja. En er ontstond een parlement, dat was er wel, maar de derde stand kreeg daar plaats in. Dat is het Assemblée Nationale in Parijs. Ja. En in 1792, zou je kunnen zeggen, werd dat. Aan de linkerkant zat de derde stand en aan de rechterkant de adel en de geestelijkheid. Ja. En daar ontstond een enorm debat. En Frankrijk, misschien ook voor het publiek goed om te weten, was toch wel het hart van Europa. Ja. De hoven spraken in Europa gewoon Frans. Ja, ja. De leidende klasse sprak Frans. De helft van de bevolking van Europa was in Frankrijk. Frankrijk was vele malen groter qua bevolking dan Engeland bijvoorbeeld. Ja, dat is ook belangrijk om daarom te zeggen. Daarom kon Frankrijk, toen eenmaal begonnen werd met revolutionaire legers samen te stellen en die te laten uitzwerven door de buurlanden. Frankrijk kon putten uit een bijna voor die tijd onuitputtelijk reservoir aan mensen. Ja, en dan zitten we ook al gelijk in de volgende fase. Nou is er natuurlijk wel iets gebeurd daarin. Hè? Dat zijn mooie progressieve verlichtingsidealen, maar er is ook een terugslag geweest. En dan noem ik even Danton, Robespierre. Ik heb zelf over Danton nog een toneelstuk gemaakt. Dat zijn de leiders op dat moment, revolutionaire leiders in de Assemblée Nationale. Waarbij Danton eerst op aanzien van Robespierre wordt geguillotineerd. En later wordt Robespierre zelf ook geguillotineerd. Zoals dat dan in de literatuur heet, de slang. De revolutie eet haar eigen kinderen. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk waar heel veel mensen ook mee bezig zijn. Omdat dat natuurlijk in de Sovjet-revolutie met Stalin andere manier eigenlijk ook gebeurd is. Ja. En dat is omdat, en dat heeft Gramsci heeft daarover geschreven, maar ook andere schrijvers, ik zal niet te veel namen noemen. Dat is het idee dat een revolutie wordt noodzakelijkerwijs geleid door radicale elementen. Omdat alleen als jij bereid bent de oude wereld te offeren en de onbekende weg naar een nieuwe in te slaan. Daarvoor moet je radicaal zijn. Dat kan niet zijn als je heel veel te verliezen hebt. Nou, en daarom komt er ook altijd een moment waarop. En in de Franse revolutie was dat de beroemde 18e Brumaire. Hè, dus het moment van de staatsgreep eigenlijk van Napoleon. Ja, 1799. Dat is het moment. 18e Brumaire. Of van Louis Bonaparte, van Karl Marx. Dat zie je later. Dat is de neef van Napoleon. Ja, die heeft ook zo'n staatsgreep eigenlijk. Men ging zo ver dat de Franse revolutie zei, wij beginnen een nieuwe jaartelling. Precies. Dat is niet meer de jaartelling van Jezus Christus vanaf het jaar nul, maar dat is de jaartelling van de revolutie. Ja, en die noemen we ook anders. Ja, en alle maanden kregen een nieuwe maand. Dus Brumaire. Dat is van brum in het Frans, hè. Dat is de mist van het najaar.
Dus ja, ik neem aan dat het september, oktober is. Ja, maar je hebt november volgens mij. Ja, Germinal, dat is het voorjaars, ja. Zaken gaan ontkiemen. Ja. Dus al die, maar dus de 18e Brumaire is, hier Marx schreef over Louis Bonaparte, is een beetje verwarrend. Dat is de neef die later keizer Napoleon III werd. Die heeft dus een staatsgreep uitgevoerd, à la zijn oom Napoleon de eerste. Ja, Napoleon kwam op. Je kan dus zeggen, het eerste directoire, Napoleon, kwam op en die greep in 1799 ja, de macht. Er kwam eerst een driemanschap en hij werd eerste consul. Ja. En in 1804 werd hij, kroonde hij zichzelf tot keizer. Ja. Ja. De paus wilde hem de kroon opzetten, maar toen pakte Napoleon hem af en zette hem zelf op. Ja. Wat ik zei is dat elke revolutie komt op een moment waar de radicalen aan de kant moeten worden gezet, omdat we moeten weer niet naar een soort permanente chaos, maar naar een nieuwe maatschappij die functioneert en waarin bijvoorbeeld bezit van mensen veiliggesteld, openbare orde veiliggesteld. En dat doe je niet met radicalen à la Robespierre, want die blijven maar doorgaan met steeds verdere, je noemde al dat hij zijn eigen medestander Danton onder de guillotine laat onthoofden. Ja. En dat is steeds herhaald. Dus bijvoorbeeld Trotsky wordt opzij gezet door Stalin. Ja. En zo is het in andere moderne revolutie in Nicaragua ook gegaan. Maar is ook niet, dat je, vind jij ook niet, kijk, vanuit mijn perspectief is het zo dat er, dat in zo'n progressieve beweging een soort schaduwwerking is van overmatig radicalisme, waardoor eigenlijk men mechanismen ontwikkelt dat men zijn eigen kinderen offert, dat men zijn eigen idealen offert. Overigens is dat wat mij betreft natuurlijk in de westerse samenleving ook. Wij hebben vrijheid, democratie en rechtsstaat. Vervolgens vallen we Afghanistan binnen of Irak of Syrië. Ja, ja. En we vernietigen onze eigen idealen. Want in feite worden die bevolkingen half uitgemoord, onderdrukt hun economie. En dan roepen we dat het allemaal geweldig is. Ja, ja. Ja? Ja, dat is een modern fenomeen wat natuurlijk niet direct volgt op een revolutie. Ik denk dat het bij die revoluties belangrijk is. Waarom is het belangrijk? Het is niet alleen historische kennis. Het is ook dat als je zegt, als zoiets zich ooit weer voordoet, en we zitten in een fase van de geschiedenis waarin zich dat aan het voordoen is, moeten we heel goed weten dat je dus niet vreemd moet opkijken als er zeer radicale elementen zich naar voren dringen die zeggen, we moeten het allemaal heel anders gaan doen. En dat als die erin slagen om de macht van de oude orde te breken, dat er dan onvermijdelijk een moment komt waar zij tot de orde geroepen worden. En het liefst dan natuurlijk niet zo bloedig als dat in het verleden is gegaan. Omdat we nou eenmaal een functionerende maatschappij met rust en orde moeten hebben. Dat is voor veel mensen een teleurstelling. Ook wel dat een transitie misschien vreedzaam zou moeten verlopen. Ja, dat bedoel ik. Daarom moet je weten waarom het in het verleden gewelddadig verliep. Want kijk, nog Robespierre, nog Danton, nog een van de andere Franse revolutionairen had eerder een revolutie meegemaakt. Dat was iets totaal nieuws. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk in de slaventijd en overal zijn natuurlijk dingen. Ja, maar vervolgens kom je met Napoleon, die natuurlijk wel een aantal vernieuwingen tot stand heeft gebracht. De code Napoleon, de code civiel. Ja. En let op wat je zegt, hè. Allemaal wetgeving. Dus allemaal middelen om een maatschappij tot de orde te roepen. Dat wil zeggen, je hebt een geschreven strafwetboek. Je hebt een geschreven burgerlijk wetboek. Dat zijn dus de netto resultaten van wat de revolutie wilde bereiken, maar dan in de vorm van law and order, zal ik maar zeggen. Ja, maar dan krijg je natuurlijk wel het aspect en je dat die Napoleon vervolgens dat ook uit ging spreiden over andere landen, daarin binnenviel. En daar zijn natuurlijk toch wel verschrikkelijke oorlogen ook gevochten. Ja, ja, ja. Ja, op een bepaald moment was, want jij zei, dat was nog een reservoir van mannen. Maar er is natuurlijk ook de gedwongen dienstplicht, de conscriptie toen ingevoerd door Napoleon, waar wij overigens nog steeds in zitten. Ja. En dat betekent dat mannen gevorderd kunnen, met name jonge mannen, gevorderd worden en verplicht naar het front gestuurd worden. Ja, maar in die tijd, dat klinkt gek, ik heb net een
een groot boek over Napoleon gelezen, wat door Walter Markov in Oost-Duitsland, een van de grootste historici op dit terrein, maar ook een klein boekje van de romancier Stendhal, schuilnaam voor Henri Bijl. Ja. En een favoriet van mij, volgens mij een van de vijf allerbeste romanschrijvers ooit. Rood en Zwart, het klooster van Chartreuse. Ja. Stendhal heeft ook een boekje, twee boekjes, maar ik heb er maar één gelezen. Dat is over Napoleon. En Stendhal was een grote bewonderaar en tijdgenoot van Napoleon. Ja. En dat boek is een genadeloze kritiek. Omdat hij zegt, Napoleon werd het slachtoffer van zijn eigen ambitie om eigenlijk een ouderwetse monarch te worden. Vandaar die kroning en allerlei dingen. Je herinnert je waarschijnlijk wel dat Beethoven zijn Eroica eerst had willen opdragen aan Napoleon's de grote militaire genie. Ja. En zo kwaad was dat Napoleon zichzelf tot keizer had gekroond dat hij die ik meen dat hij die dedicatie, opdracht ook verwijderd heeft. Ja, Beethoven overigens woonde in Wenen, 1804. Eroica is de derde symfonie, volgens mij. Ja, ja. Kijk, dat is natuurlijk toch ook een soort het met geweld opleggen. Met enorme oorlogen, laten we wel wezen. Op een bepaald moment, 1812, de grote veldtocht naar Rusland, die volledig mislukt is. Ja. De boel is ingestort. Overigens, even voor het publiek, er is een film, Napoleon. Ik heb hem gezien, ik weet niet of jij hem gezien hebt. Is ergens wel interessant, maar gaat wel heel erg over die veldslagen en weinig over de achtergronden. Ja. En het zwakste punt is, hij is in het Engels in plaats van in het Frans. Ja, dat lijkt me. Dat vind ik voor mij al een reden om om hem niet te gaan zien. Nee. Maar goed, ik vond het toch wel de moeite waard en een grote, grote historisch geanceneerde film. Maar dat revolutionaire tijdperk, dat valt ook in 1815 met de slag van bij Waterloo. Ja. Ja? Ja. En dan komen we in het verdrag van het congres van Wenen, 1815 terecht. Ja. Nou, zoals je zei, het is eigenlijk ook een verdrag, omdat daar de naoorlogse, dat is de restauratie. Dus dan, men denkt dan dat je gewoon terug kan gaan. En dan blijkt dat bijvoorbeeld in Frankrijk, waar de Bourbons, dus de Lodewijken, weer aan het bewind worden gebracht, dat het daar maar 15 jaar lukt om dat systeem te houden. Ja. En dan komt er al een nieuwe Louis Philippe in 1830 en die heet de Burgerkoning. Waarom heet die zo? Hmm. Omdat hij veel meer aandacht had voor de noodzaak om het economische leven op kapitalistische leest tot ontwikkeling te brengen. Iets waar de Bourbons natuurlijk nooit in geïnteresseerd waren. Dus wat dat betreft breekt toch, is in die revolutie is iets gebeurd wat weliswaar op oppervlakkig gesproken politiek niveau kan worden teruggedraaid, maar maatschappelijk niet. Nee. Vergeet niet dat in de onderlaag gaat die bevolking door. Kijk, hier in Nederland krijgen wij natuurlijk de absolute koning. Het koningschap wordt ingeschrapt. Daarvoor waren we een republiek. Ja. De Republiek der Verenigde Provinciën. En vervolgens hadden wij de Bataafse Republiek. Ja, maar wij hadden hetzelfde. Willem was de koopman koning. Was dat nou Willem de Eerste? Willem de Eerste. Koning Willem de Eerste, 1815. Koning Koopman. 1840. Dus ook al een commercieel ingestelde koning. Ja, die maar hij was wel absolute monarchie. Ja, hij was wel ondernemend. Al die kanalen zijn in die tijd de Hollandse handelsmaatschappij, de Nederlandse handelsmaatschappij. De voortzetting van de VOC. Voortzetting van de VOC. En voorloper van de ABN. En voorloper van de ABN AMRO. Ja, absoluut. Ja. Ook interessant. Ja. Maar dat is dus de periode van de restauratie, de romantiek. Ja. Maar jij zegt, je benadrukt toch ook, ja, maar daaronder ligt een beweging in de samenleving. Een progressieve beweging van de emancipatie van de lagere klasses. Ja, heel juist. Want bijvoorbeeld, we hebben vergeten te noemen dat, jij noemde even de verklaring van de rechten van de mens. Maar de kern van de Franse revolutie, ideologisch gesproken, is alle mensen zijn gelijk. Ja. En daar begint eigenlijk de progressieve beweging mee.
Ja, je hebt natuurlijk ook Spartacus in de Romeinse tijd enzovoort. Maar alle mensen zijn ook vrij. Ja, de liberté, hè? Ja. Waardoor het ook anti-slaven opstaat. Vergeet niet, dat is een prachtig verhaal als ik het even mag zeggen. Hmm. Dat op het moment dat de Franse revolutie uitbreekt, breekt op de Franse kolonie Saint-Domingue, wat tegenwoordig Haiti is, dus de westelijke helft van het eiland, Dominica, breekt de slavenopstand uit onder leiding van Toussaint Louverture. En die grijpen de macht, dus een hele zwarte bevolking grijpt daar de macht. Unieke ontwikkeling in een wereld waarin de slavenhandel nog welig tiert. In Zuid-Amerika, in Venezuela bijvoorbeeld, Bolívar, opstand van de, laten we zeggen, van Spanje afstammende bourgeoisie. Ja. Bolívar stuurt vertegenwoordigers naar Santo Domingo en zegt: willen jullie ons helpen met de strijd tegen de Spanjaarden? Man. Waarop Toussaint Louverture of zijn vertegenwoordiger zegt tegen de Venezolanen: ja, dat is allemaal best, maar dan wel de slavernij afschaffen bij jullie. Oké, dat is een akkoord. En vandaar, en we praten dus over begin 1820 zo'n beetje, vandaar dat in Zuid-Amerika de slavernij 20 jaar eerder is afgeschaft dan in Noord-Amerika, wat daar helemaal buiten staat. In Noord-Amerika pas in de burgeroorlog in 1865 is de slavernij beëindigd. Daar zitten wij natuurlijk ook niet zo best. Nederland voerde ze aan. Via de Antillen. In 1863 afgeschaft in Suriname. En dat was inderdaad in dezelfde periode ongeveer als de afschaffing van de Amerikaanse slavernij in de Amerikaanse burgeroorlog 1865. Wij waren met de afschaffing van de slavernij in de Antillen en Suriname laat. Ja. Wij hadden ongeveer volgens mij 5%, de Nederlandse kooplieden hadden ongeveer 5% van de slavenhandel in handen. Ja. Een groot deel was natuurlijk ook 10% in handen, waar ook Britten en vooral Fransen. Engelsen, ja, maar de Fransen waren toch een van de eerste die dat afschaften. Ja, ja, ja. Maar onder druk van die slaven, kijk, Napoleon heeft die slavenopstand weer ongedaan willen maken. Of dat helemaal gelukt is, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar die slavenopstand op Santo Domingo is echt een historisch moment, omdat het de eerste keer in de geschiedenis is dat een zwarte bevolking, een negerbevolking, de macht grijpt in een kolonie. Geïnspireerd door dat idee van alle mensen zijn gelijk. En uiteraard vrij, omdat als je gelijk bent, maar je bent vervolgens... Ja, dat is wel goed dat je het noemt, want waar komt het socialisme vandaan? Van het idee dat mensen zeiden, ja, vooral in Engeland. Mensen zeiden, het is wel mooi dat we allemaal gelijk zijn. Alleen op het moment dat ik 's ochtends bij een fabriek binnenloop, houdt mijn vrijheid en mijn gelijkheid op. Want dan moet ik doen wat de baas zegt. Dus vandaar is het idee gekomen, oké, allemaal gelijk. Maar dan ook allemaal gelijk in economisch opzicht. Nou, dan gaan we naar het volgende onderwerp. Hè? Ja. Je hebt al socialisme genoemd. De basis voor het socialisme is toch Karl Marx. Karl Marx, 1818, geboren in Trier, sorry, in Duitsland. En tot 1887 geleefd. Twee boekjes 1883. Want dat is namelijk het geboortejaar van Keynes. Dat is wel interessant. Oké, toevallig. Oké, dat hou jij vast. Er zijn twee boeken die u moet weten. Dit is het manifest der Communistische Partij, Proletariër, alle landen verenigt u. Daar gaan we zo even over hebben, 1848. Ja. En natuurlijk 1867 het bekende Das Kapitaal, wat ik allemaal in mijn studententijd natuurlijk allemaal keurig gelezen heb. Er is ook wel een vertaling, hè, ja. Die lazen we er dan bij. En dat is Het Kapitaal. Ja. En ook voor het publiek goed om te weten, dat was ver voor de Russische Revolutie, ver voor Lenin, ver voor Pol Pot, die had er al helemaal niks mee te maken. Marx was een kritiek op de vroegkapitalistische samenleving in de ontwikkeling van de industriële revolutie. En het kapitaal gaat ook met name over de industriële revolutie en de gevolgen daarvan in Engeland. Ja.
Misschien moeten we beginnen met iets te zeggen over 1848. Namelijk toen het manifest van... het manifest van de Communistische Partij is geschreven door Marx en Engels. Ja, maar als ik een kleine voetnoot mag tussenschuiven. In die periode van de restauratie, dus tussen 1815 en 1848, ja. Vinden een aantal ongelooflijke belangrijke doorbraken plaats. Want ik noemde al dat materialisme. Dat was dus een vooruitgangsdenken wat helemaal gebaseerd was op het idee, je moet de natuurkrachten, dus ook de economie, de stoommachine die jij al noemde, ja. die moet je laten bepalen waar we naartoe gaan, wat onze mogelijkheden zijn. Maar er was een tweede stroming die doorbrak in die periode 1815, een beetje al in de verlichting. En dat was het idee dat alles historisch is. Dat wordt vaak vergeten hoe belangrijk dat is. In de tijd van Immanuel Kant, de grootste filosoof uit de verlichtingstijd. In Duitsland is alles via de filosofie ontwikkeld. De maatschappij bleef als het ware stilstaan, maar de geest die rende vooruit. Terwijl in Engeland ging het industrieel vooruit en in Frankrijk ging het politiek vooruit. Maar in Duitsland ging het filosofisch vooruit. Ja. En Immanuel Kant, die ongeveer een tijdgenoot van Mozart, zal ik maar zeggen. Dus ook met zo'n pruik. Ja, dat is 1830 ongeveer. Ja. Hij leefde in Koningsbergen. Ja. Althans, hè, hij was hij is bekend van kritiek de reine vernunft. Ja. Kritiek op de reden, kritiek de praktische vernunft. Precies. Eigenlijk over de moraal en kritiek der oertelskracht. Maar wat is nou het belangrijk? Dat zit in dat woord kritiek. Dat alles gaat uit van de individuele geest. Ja. En ook hij legt nog een heleboel andere fascinerende dingen uit waar we het nou niet over moeten hebben. Maar Kant was de eerste die zag dat de dingen zoals wij ze zien misschien toch niet alleen maar het werk zijn van de schepping door God. Ja. Maar een geschiedenis hebben. En daarom schreef hij een boekje over het ontstaan van het heelal. Maar hij durfde dat niet onder zijn, hoewel hij natuurlijk een enorme status had, hij durfde dat niet onder zijn eigen naam uit te geven. En dat was, dat heet iets van Geschichte des Sterne und des Himmels. Ja, ja. Degene die voor het eerst alles wat we weten, dus hoe de mens is, zich heeft ontwikkeld, hoe de maatschappij in elkaar zit, in historisch perspectief plaatsen, was Hegel. Hegel is de denker van de restauratie die tegelijkertijd de belangrijkste les van de revolutie heeft getrokken. Namelijk de fenomenologie. Alles verandert en de gelijkheid die we nastreven is incompleet. En daar heeft hij, het voert te ver om dat in detail uit te werken, maar het is belangrijk om te zien dat Marx en al zijn tijdgenoten waren Hegelianen om te beginnen. Ja, ja, ja. Dus die zeiden alles is historisch. Maar Marx die kwam er tegelijkertijd achter dat die materialistische erfenis van de verlichting onmisbaar is om te begrijpen wat er gebeurt. Dus het eerste geschrift van Marx was niet het Communistisch Manifest, maar was een artikel over de diefstal van hout in de feodale bossen. Dus sinds mensenheugenis waren Duitse boeren gewend om het bos in te gaan en sprokkelhout te zoeken voor verwarming. Ja. Vervolgens blijkt opeens dat ze gearresteerd worden. Waarom is dat? Omdat de bezitters van het bos, of tenminste de landheren in het gebied waar de bossen liggen, hebben gezegd, ho, de bossen zijn van ons. Die hebben dus de bossen geprivatiseerd. En dat maakte dat Marx op het spoor kwam van waar die later mee beroemd is geworden, namelijk alle kapitalistische politiek of kapitalistische verhoudingen hebben hun oorsprong in onteigening. Ja. En dat gaat dus ook terug naar die Engelse enclosures, de mensen van het land jagen. Hier worden de mensen gearresteerd en beboet omdat ze deden wat ze altijd deden. Alleen de bossen zijn opeens privé geworden. En zijn dus eigenlijk onderdeel van kapitalistische verhouding. Ja. En daar begint zijn besef van er is een klasse die structureel is uitgesloten van die gelijkheid en van die emancipatie
die nog moet plaatsvinden, willen we werkelijk over een sociale maatschappij kunnen spreken. Ja, ja, ja. Nou, nog even terug naar Hegel, hè. Zoals wij die dan krijgen bij de wijsbegeerteles, de dialectiek van Hegel, dat is de these, antithese, synthese, dus ja. in een tegenstelling. Je had dan jong Hegelianen van links en van rechts eigenlijk. Ja. Hegel zag dat als een soort idealistisch proces en de verdienste van Marx was dat hij dat combineerde met een andere denker, een materialistisch denker, ja. Feuerbach. En die combinatie tussen de dialectiek van Hegel en het materialisme van Feuerbach, dan komen we eigenlijk bij Marx. Ja. Dat was zoals Marx het zelf zei. We gaan de werkelijkheid op de kop zetten, waardoor die op zijn voeten komt. Ja. Hè? Ja. De dialectiek moet op de kop worden gezet. Ja. Omdat die materialistisch wordt ingevuld economisch. Met andere woorden, we gaan kijken naar de economische onderbouw. Ja. Naar de relatie tussen de kapitalist en de arbeider. Ja, en dat is dus, kijk, dat kijken naar de economische onderbouw is het materialistische aspect. En bijna altijd is in de latere toepassingen van het marxisme het materialisme gaan overheersen. Mm-hmm. Eigenlijk een terugval naar dat verlichtingsdenken in dat opzicht. Mm-hmm. En is het historische aspect, namelijk de dialectiek, even samengevat zoals jij het doet, hè, dat het een soort schoksgewijs ontwikkelingsproces is wat verloopt via tegenstellingen, is naar de achtergrond verschoven. Omdat het marxisme vooral aansloeg in landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Oostenrijkse Rijk, het Russische Rijk, waar de industrie nog aan het ontwikkelen was en waar de mensen als het ware oog in oog stonden met de wonderen van wat een stoommachine kan en wat een spoorweg kan. En doordat ze dat zagen, begonnen ze ook te denken, ja, je ziet, economie bepaalt alles. En Marx was nou eigenlijk juist, daarom is de ondertitel van het boek Das Kapital, is kritiek der politische economie, maar daar bedoelt hij dus mee, politische economie is wat wij in Nederlands met prachtige term noemden, staathuishoudkunde. Dus je hebt de huishoudkunde, maar je hebt ook staathuishoudkunde. Namelijk, wat zijn de inkomsten en de uitgaven van de staat? Ja. En kritiek op de economische theorie, dat is wat Marx in het boek wil doen. Mm-hmm. Alleen in die landen waar de industrie pas begon, daar las men het kapitaal, wat dus overal heel snel in vertaling uitkwam, las men dat eigenlijk als een soort geschiedenis van hoe het kapitalisme zich gaat ontwikkelen. Of het nou in Rusland, in Duitsland of in Oostenrijk is. Ja. En men zag dus niet dat hij eigenlijk wilde zeggen, je moet over die kapitalistische fase heen kijken om te zien dat er nog een laatste omslag nodig is. En dat is om tot een werkelijk gelijkwaardige maatschappij te komen. Ja, gebaseerd op een hoog geautomatiseerde industriële infrastructuur. Ja, misschien voor het publiek ook wel goed om te weten. Marx, geboren 1818, opgegroeid in Trier. Dat is bij Luxemburg ongeveer over de grens. Ja, 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 ja. Zou je eens moeten gaan kijken. Het geboortehuis van Marx. Ja. Ook een expositie was er toen ik de laatste keer weer was. Hij werd journalist eerst bij de Rheinische Zeitung. Hij is ook uitgeweken. Zijn dingen zijn ook verboden. Misschien goed dat hij niet een establishment denker was. Integendeel. Nee. Hij is ook gevlucht ook naar Frankrijk en zo. En later naar Engeland. En heeft in Engeland in de bekende library heeft hij dit boek, British Museum. Het library van het British Museum, dit boek. Zijn stoel, dat is kapitaal zijn stoel staat er nog, hè? Die grote leeszaal. Staat in een hoekje de stoel. Ja, goed, dat is allemaal. Hij is overigens ook gestorven en hij is in Londen begraven. Ja, ja. Ja, maar hij is natuurlijk toch het symbool geworden met Engels was zijn partner. Engels was ook vrij rijk. Dingen was een beetje lagere middenklasse en had ook problemen, Marx, financiële problemen. Engels ondersteunde hem en gaf ook gewoon deels zijn boeken uit.
Ja, maar Marx was ook uit zeer gegoede kring hoor. Want hij was getrouwd met Jenny van Westfalen. En von in Duitsland betekent dat je van adel bent. Ja. En zijn oom was Philips, ja, de voorloper van Frits Philips. Ja, dat begrijp ik. Maar toen was Philips nog wel een heel klein gloeilampending. Ja. Ik weet niet eens of de fabriek Philips op dat moment al bestond. Nee, dat is ook niet. Nee, maar het geeft een beetje het milieu aan van fabrikanten, kleine adel. Vergeet niet dat alle revolutionairen zijn in dat opzicht altijd van relatief goede afkomst geweest. Waarom? Omdat om te kunnen studeren moest je echt geld hebben. Dat begreep ik, maar hij had toch wel redelijke armoede. Ik bedoel, het was niet zo hard voortdurend. Hij had het meest onleesbare handschrift wat ooit geschreven is. En hij heeft ik heb het boek gelezen van zijn biografie. Hoe heet die nou? Die naam ontschiet me even. Maar ik heb hem thuis in Nederlands liggen. En Marx heeft één keer gesolliciteerd bij een spoorwegmaatschappij. En toen moest hij in die tijd waren er nog geen schrijfmachines. Dus toen moest hij een proefstukje schrijven. Dat deed ze goed mogelijk zijn best. Mm. Maar die lui van die spoorwegmaatschappij zei: nee, u kunnen we niet gebruiken. Dus hij leefde eigenlijk permanent in armoede. Ja. Maar tegelijkertijd in veel opzichten, niet in alle, een exemplarisch mens, omdat hij niet alleen de Marx-Engels werk heeft geschreven, samen met Engels dus, die ik thuis heb staan, ooit aangeschaft met het honorarium voor een verhaal in het damesblad Avenue. Maar tegelijkertijd ook de arbeiders organiseerde. Hè. Hij heeft de eerste internationale opgezet, samen met Engels, dus met mensen uit alle landen. En dat waren altijd, en dat is een heel belangrijk verschil met de arbeidersbeweging in de latere geïndustrialiseerde gebieden zoals Duitsland, Oostenrijk en Rusland en Italië, niet te vergeten. Ja. Dit waren allemaal hooggeschoolde vakarbeiders. Daar bestond die eerste internationale uit. Omdat de echte proletariër in de zin van een in lompen gehulde massa-arbeider, die was in Engeland, maar niet op het Europese continent. Nee, maar die internationale, die werd eigenlijk in de West-Europese landen ontwikkelde die zich. Hè? Ja. Dat kan je zeggen, Marx en Engels waren daar de voortrekkers van. Je kreeg natuurlijk ook andere mensen die, ik noem maar even een paar mensen waar je misschien wat over wil zeggen. Bakunin, dat was meer, Bakunin was overigens Russisch, een anarchist, Kropotkin. Wij hadden hier Domela Nieuwenhuis. Ja. Hè? In die tijd, we praten eind 19e eeuw. Uit dit Friesland, moment. Hè? Kon die, Domela Nieuwenhuis. Ja, ja. Dat was ook een dominee eigenlijk. Ja. Die overigens ook allemaal boeken hebben geschreven. En daar zit ook de anarchistische hoek bij. Er waren eigenlijk, laten we zeggen, er waren eigenlijk toen ook al stromingen binnen het socialisme en het anarchisme, met grote discussies. Ja. En het anarchisme komt eigenlijk op plekken waar de eerste generatie arbeiders, dus de mensen die, van wie de ouders bij wijze van spreken nog boeren waren, om het zo maar te zeggen, die dan opeens in het fabrieksleven worden gestort. En die groepen zijn het meest ontvankelijk gebleken, vandaar dat ze in landen als Spanje, Italië en andere, en Nederland dus, waar weinig industrie was, daar heeft het anarchisme grote invloed uitgeoefend. Terwijl in landen waar meerdere generaties arbeiders al in een fabriek hadden gewerkt, had men als het ware veel meer gevoel voor de discipline van een goed georganiseerde arbeiderschaft die kon onderhandelen met de baas over lonen en voorwaarden. Ja, misschien daar goed, zit wel een logica in. Ja, misschien goed om nog even te zeggen, wij waren eigenlijk in die 19e eeuw, gezien ook die 17e, 18e eeuw, eigenlijk relatief gezien vrij rijk. We hadden een handelskapitalisme. Ja. En die hele industriële revolutie is in Nederland heel laat vond die plaats eigenlijk pas na 1860, 1870. Ja, ja, ja. En in het eind van de 19e eeuw ontwikkelden dan die fabrieken met ook arbeiders aan de lopende band. Misschien moet er nog iets zeggen over waar het engagement zat in de vereniging met die proletariër, met die arbeider in het eind van de 19e eeuw. Ja,
In Nederland? Ja, nou, in Nederland, maar ook in Europa in het algemeen. Waardoor die socialistische beweging groeide. Ja. Nou ja, kijk, dat is een generatiekwestie. Ik zei net al dat Marx en Engels waren de organisatoren van die eerste internationale. Ja. Die is gesneuveld na het onderdrukken van de Parijse Commune. De Commune van Parijs was het eerste socialistische experiment. Waar de macht werd gegrepen niet door de massa, de grauwe massa van industriearbeiders. Maar door die vaklieden. Ja. Die kleine winkeliers. De elite van de arbeiders. Die in Frankrijk was ook niet veel industrie, moet je niet vergeten. Nee. En dus in Parijs, wat het centrum van de commune was, per definitie. Ja, dit is misschien wel goed om te zeggen. We praten 1871. Ja. De Duits-Franse-Pruisisch-Franse oorlog had plaatsgevonden. Ja. Duitsland was tot eenheid geworden. Ja, eigenlijk was dat de voorloper van de latere Eerste Wereldoorlog in 1914. De Duitsers hebben die oorlog eigenlijk gewonnen. Ja. En vervolgens is in Parijs, de hoofdstad van Frankrijk, heeft die revolutie plaatsgevonden. En is de Commune van Parijs, zoals dat in de literatuur heet, tot stand gekomen. En je ziet daar voor het eerst ook een figuur die later terugkomt. Met name in de Tweede Wereldoorlog. Dat de Franse elite zo bang is voor die arbeidersopstand, dat ze er de voorkeur aan geven om hun legers te laten verslaan door de Duitsers. Dat is gebeurd in de Pruisisch-Franse oorlog, die door Frankrijk begonnen is, maar vervolgens door Pruisen met overmacht gewonnen. En dan laat de Franse elite laat toe dat de Duitsers helpen in het onderdrukken van de Commune van Parijs. Net zo goed als van de arbeidersklasse. Ja, en net zo goed als in de Tweede Wereldoorlog het Franse leger ook verrassend slecht gevochten heeft. En dat was ook daar omdat een aantal generaals onderdeel waren van rechtse concties. Die zeiden van ja, liever Hitler dan het Volksfront. Ja. Misschien wel goed ook voor het publiek om te begrijpen. Je kan zeggen dat met die Franse revolutie de liberalen, de progressieve linkse kracht werden. Dat was in Nederland overigens al eerder, laten we wel wezen. Ja, ja, ja. In de Gouden Eeuw waren de liberalen. Hier was dat ook Johan de Wit en van Oldenbarneveld overigens wel interessant. Oldenbarneveld. Barneveld wordt door de Franse revolutionaire als voorganger genoemd. De Nederlander. Interessant, hè? Ja, ja. Maar dat eigenlijk er een nieuwe socialistische beweging vanaf 1848 naastgekomen is, die kwam links te staan van de liberalen. En de liberalen werden toen eigenlijk het politieke midden ten opzichte van de conservatieven op rechts. Ja, ja, en dat is heel lang zo gebleven. En kijk, aanvankelijk werden de arbeiders namelijk georganiseerd door de liberalen. Dus je moet niet vergeten, wij zijn natuurlijk zo gewend aan het algemeen kiesrecht dat we denken dat de arbeiders ook altijd een stem mochten uitbrengen, maar dat was helemaal niet zo. Nee. Ze hadden helemaal geen stem. Je moest eigendom hebben en een bepaalde belasting betalen, wilde jij een stem krijgen. Maar aanvankelijk hadden de leiders van de arbeidersbeweging, die waren onder de linkervleugel, om het zo maar te zeggen, van de liberale partijen. Totdat ze in 1848 wel begonnen te begrijpen van ja, maar die liberale partijen worden gedomineerd. Ook daar speelt Marx een enorm belangrijke rol met zijn eerste boek, als ik me niet vergis, was kritiek op het Hegelse staatsrecht. En daarin, kijk, Hegel ging ervan uit dat aan het eind van de historische ontwikkeling staat een staat met prachtige wetten waar iedereen zich aan houdt en die realiseert de vrijheid die mogelijk is. Hè? Maar dan moet je wel allemaal aan de regels houden. Ja. En Marx zegt in zijn kritiek op het Hegelse staatsrecht, dat is allemaal wel mooi, maar we moeten wel even de vraag stellen, van wie is die staat eigenlijk? Welke belangen dient die staat? Ja. Uit dat inzicht is voortgekomen het idee, de arbeiders moeten zich op eigen kracht organiseren. En daar is het Communistisch Manifest voor bedoeld. Ja, ja, en nog even toegepast op de Nederlandse positie. Ja. In 1848 heeft Thorbecke, de liberale premier Thorbecke, de grondwetsherziening ingevoerd. Dat betekent
Nederland werd een constitutionele monarchie. Het parlement, de Tweede Kamer, kreeg macht. Maar, zoals jij zegt, dat was censuskiesrecht. Dat betekent, degene die dat parlement van 100 leden toen in die tijd kozen, dat waren mannen die belasting betaalden. Ja. En niet mannen die geen belasting betaalden en vrouwen al helemaal niet. Nee. En vervolgens is men 70 jaar bezig geweest, 70 jaar... tot 1917 mannenkiesrecht en 1919 vrouwenkiesrecht, om dat algemeen kiesrecht te realiseren. Ja, dat is heel belangrijk. En ja, ik roep altijd, daarna zijn we ook gestopt, want vervolgens is er eigenlijk de laatste 100 jaar is er verder geen emancipatie meer plaatsgevonden en alles wat er geprobeerd is, is teruggedraaid. Maar 1919 is ongeveer het punt waar dat algemeen kiesrecht voor alle volwassenen tot stand is gebracht. Ja, en daar speelde dus een enorme rol de Russische Revolutie, die ook, net als de Franse, internationaal uitstraalde. Dus zelfs in Nederland is een revolutiepoging geweest. De socialistenleider, eigenlijk ook weer een liberaal, ja, Troelstra, die heeft in Den Haag een enorme massameeting toegesproken. Ja. Alleen toen kwam er een agent, ik vat even samen, en die tikte hem op zijn schouder. En die zei, zeg meneer Troelstra, wij zijn toch niet verkeerd bezig. En toen zei hij, nee, ik heb me vergist. Ja, voordat we naar de Rode Week van Troelstra gaan we nog even iets doen. Want er gebeurde natuurlijk toch wel nog wel iets voor. Ja. Namelijk de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja, ja. Die gigantische Eerste Wereldoorlog in 1914. Ja. En die heeft het klimaat geschapen dat de oude monarchieën in Europa instortten. En dat er een revolutionair, ook omdat het zo helemaal fout ging, revolutionair klimaat ontstond. En in Rusland hebben we toen de Russische revolutie gehad. In Duitsland ontstond een revolutie. Nou, en iedereen hier werd heel erg benauwd. Ja, en ja, ja. Vervolgens hebben ze het algemeen kiesrecht toegelaten. Ja, ja. Want dat is wel belangrijk. Omdat die revolutionaire periode werd ook gecreëerd door de rampzaligheden en enorme verliezen in de Eerste Wereldoorlog. Ja, ja, ja. En kijk, wat zo interessant is dat ook hier weer, eigenlijk een beetje net als met de Commune van Parijs en de Frans-Duitse oorlog 1870-71, is het met de Eerste Wereldoorlog, maar dan op een veel grotere schaal, zo dat de heersende klassen van de verschillende landen, die zien aankomen, dit gaat helemaal fout als dit door kan gaan. Ja. Je moet niet vergeten dat de periode van het begin van de 20e eeuw, laten we zeggen van 1900 tot aan het uitbreken van de oorlog in 1914, is een periode van ongekende culturele bloei. Ja. Nieuwe vormen van kunst, de muziek van Wagner, Mahler, Bruckner. Begrijp je, dat had nog nooit geklonken. De beeldende kunst ging met sprongen vooruit. Experimentele kunsten. Precies, dus men ging alle kanten op. Maar ook in uitvindingen. Het vliegtuig, de auto. De relativiteitstheorie, de doorbraken op natuurwetenschappelijk gebied. Ja. Dus we gingen naar een tijd die ongekende mogelijkheden in het verschiet zette. En tegelijkertijd is er die uitbouw van de arbeidersbeweging. De Duitse Socialistische Partij, de SPD, die nog steeds bestaat, maar nu als karikatuur van wat ze ooit waren. Die was, ik meen in 1908, de grootste partij van het land geworden. Dat wil zeggen, de grootste partij na, Bismarck heeft nog geprobeerd met het socialistenverbod alle socialistische activiteit verbieden, behalve vertegenwoordiging in het parlement. Maar toen aan de val van Bismarck dat opgeheven werd, brak die socialistenpartij door. En tegelijkertijd zag je in Rusland de eerste tekenen van een enorme revolutie, namelijk 1905. In 1905, toen Rusland een nederlaag leed. Nederlagen in oorlogen zijn ook altijd aanleiding, in combinatie met die belastingverhogingen, aanleiding voor revolutionaire uitbarstingen. Mm. En de oorlog van Rusland tegen Japan, die door tot ieders verbijstering verloren werd door het tsaristische Rusland, was ook aanleiding voor opstand in het Russische Rijk. En die is begonnen, interessant genoeg, in Warschau.
Omdat Polen was het meest ontwikkelde deel van het Russische Rijk. Toen ik in Polen ben geweest in juni van dit jaar om mijn Poolse editie van het boek over Oekraïne te verkopen, zal ik maar zeggen. Toen hebben ze me nog rondgeleid in Warschau en allerlei plekken. Hier begon de eerste grote demonstratie. Nou, Warschau, maar daarnaast natuurlijk Petersburg, was de andere belangrijke toen, hoofdstad, waar die eerste revolutie met zijn vernieuwing van de Sovjets, namelijk iets waar Marx nooit over heeft gedacht, raden van arbeiders en soldaten in dit geval, die zichzelf bestuurden en die dan weer een hogere Sovjet. Ja. En daarvan was Trotsky de leider, hè, een van de leiders van de Russische revolutie. Ja. Nou ja, we gaan die gebeurtenissen waren voor keizer Wilhelm II van Duitsland reden om, en dat is allemaal door de historicus Fritz Fischer in de archieven achterhaald, om in de nieuwjaarsboodschap van 1906 aan zijn premier een telegram te sturen en zei van: denk erom, we gaan toewerken naar een oorlog waarin we het socialisme gaan vernietigen. En dus ja, hij zegt dat die kop moet van die socialistische beweging af en dan sturen we de massa de loopgraaf in. Dat staat letterlijk op papier. Ja. Wat denk je daarvan? Ja, nee, dat is... Nou, en dat zo is... waren de Engelsen waren bang voor de opstand van Ierland. Ja. De Oostenrijk-Hongarije was bang voor de opstand van de Tsjechen en alle andere nationaliteiten. Dus in heel veel opzichten was die oorlog, die Eerste Wereldoorlog, was tegen elkaar. Ja. Maar op een perverse manier hadden alle regeerders als het ware een gemeenschappelijk belang dat die verschrikkelijke oorlog ook wel goed was om hun eigen maatschappij te redden. Hun eigen arbeidersklasse te vernietigen. Met andere woorden, ja. die oorlog was tegen de nazi's. Hè. Op een bepaald moment ontstonden de centralen. Ja. Dat waren Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en het Ottomaanse Rijk. Ja. En tegenover de geallieerden, dat waren Rusland in die tijd, Frankrijk en Engeland. Ja. Maar, wat jij benadrukt, en dat is belangrijk, dat waren partijen die tegenover in nationalistische zin tegenover elkaar stonden. Maar in die natie zelf was er een grote verdeeldheid tussen de heersende klasse en de arbeidersklasse. Juist. En in feite werd er ook gezegd, en dat is natuurlijk het prachtige moment ook in 1914, dat de Franse en Engelse arbeiders met de Duitse arbeiders samen kerstfeest vierden in de loopgraaf. Ja. En kijk, vergeet ook niet dat bijvoorbeeld de Fransen, de socialisten hadden onder elkaar afgesproken, onder andere onder invloed van mensen als Rosa Luxemburg, de Poolse, Joodse activisten die in de SPD, in de Duitse SPD carrière had gemaakt. Die waren fel tegen de oorlog en hadden plechtige afspraken gemaakt. Mocht het tot oorlog komen, want iedereen zag dat aankomen. Ja. Dan zullen de arbeiders onmiddellijk dat omzetten in een oorlog tegen hun eigen heersers. Ja. Alleen toen bleek dat, nou moeten we de volgende keer maar over spreken. Ja. Toen bleek dat er toch iets ontwikkeld was binnen die arbeidersbewegingen. Die maakten dat ze op het beslissende moment de kant van hun eigen land kozen. Met die verstande dat de leiders die tegen de oorlog waren, dus Rosa Luxemburg werd opgesloten met Liebknecht in de gevangenis. Maar de Franse leider Jaurès, Jean Jaurès, de leider van de Franse arbeidersbeweging, die fel tegen de oorlog was en ook zich hield aan die afspraken. Als het tot oorlog komt, dan maken wij er een burgeroorlog van tegen onze eigen heersers. Die werd vlak voor de oorlog vermoord. Nou, volgens mij is in het Britse kabinet toen ook discussie geweest. Want de Britse socialisten waren ook al tegen de Eerste Wereldoorlog. Ja. Maar uiteindelijk gingen ze toch door de bocht. Ja. Zelfs Amerikanen, de Russen. En Lenin, toen hij in zijn ballingschap in Zürich het bericht kreeg dat zijn leermeester Plechanov, de man die het marxisme in Rusland heeft ingevoerd, dat zijn leermeester Plechanov voor de oorlog had gestemd, toen dacht hij: dit is een vervalsing.
Zeg maar alsof Rutte en Hugo de Jonge het bericht hadden opgesteld. Oké, Kees, daar gaan we het de volgende keer over hebben. We gaan het de volgende keer hebben over de Russische revolutie, de Sovjet-Unie, de sociaaldemocratie in Nederland. Ja. En dat eindigen we dan met de val van het communisme en de Sovjet-Unie in 1991. Ja, geweldig. Hartelijk dank voor dit gesprek. Tot zover. Dank je wel.